De vorige keer hadden wij gekeken naar het jeugdjournaal en het jeugdjournaal ging ons vertellen hoe word je een influencer. Maar dat is wel heel leuk dat influencerschap, maar hoe word ik een succesvolle influencer? Dat gaat de Universiteit van Vlaanderen ons vandaag vertellen. Influencers zijn de idolen van dit tijdperk. Sterren zoals Kim Kardashian bouwden hun imperium op. Via social media, maar ook klassieke beroemdheden zoals Madonna en Leonardo DiCaprio kunnen niet zonder het nodige aantal volgers. Ze zijn dan ook de natte droom van elke marketeer. Maar als jij droomt van roem en succes op YouTube en Instagram, word je volgens Sarah Steenhout van, van de UGent. Volgens mij is dat de Universiteit van Gent. En het Calabo Collectief best een micro-influencer. En dan is authenticiteit het sleutelwoord. Hashtag be yourself. Hey, uh, interessant. Ik heb zelf uh, ook eens een keer met uh, de Universiteit van uh, Nederland gewerkt. Uh, en daar uh, heb ik eigenlijk hele positieve herinneringen aan. Dus ik verwacht hier hele leuke dingen van. Oké. Okay. Voelt wel zo toepasselijk als ik ook even klap, natuurlijk. Stel je even voor: jullie zijn op reis. Jullie zijn in een dorp dat jullie niet kennen. Het is avond, jullie hebben honger en jullie lopen rond in het dorp. Jullie komen in een restaurant tegen dat eigenlijk bakken vol zit en een rij staat voor de deur te wachten om toch maar een plaatje te krijgen. Doorlopen, gewoon niet. Nee, zo'n honger heb ik nou ook. Of tenminste, ik heb een dusdanige honger dat ik niet in dat restaurant wil zitten. Dat is mijn eerste gedachtegang. Er is een ander restaurant, maar een paar tafeltjes zitten. Dus er is zeker en vast plaats genoeg. Naar welk restaurant zijn we geneigd om toch wel te willen gaan eten? De volgende. Je moet de meerderheid van jullie naar dat restaurant, waar je toch wel in de rij moet gaan staan. Ook al heb je honger. Je weet dat je daar moet wachten, maar toch heb je het idee: daar zitten veel mensen. Dat zal wel lekker zijn. Uh, ja, hij heeft zijn punt. Klopt. Dat, uh, die gedachtegang zie ik vaak voorbij komen. In een ander restaurant zitten dus niet zoveel mensen, dus waarschijnlijk zal dat wel niet zo. Lekker zijn. Dat is eigenlijk het idee van social proofing. Onze natuurlijke aard dat we geneigd zijn om toch wel naar het gedrag van andere mensen te gaan kijken om voor onszelf de juiste keuzes te gaan maken. Tot nu toe nog steeds geen opmerkingen. Um, het uh, 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 is natuurlijk ook een beetje de introductie van het verhaal. Maar dit klinkt allemaal niet gek. Dit is... Ja. Uh, yeah. Het idee van social proofing is dus dat we ons gedrag gaan conformeren aan anderen... Merken die zij kiezen, restaurants die zij kiezen, producten die zij kiezen, enzovoort, is ook een, een, een gegeven waar marketeers eigenlijk mee aan de slag gaan. We noemen dat dan eigenlijk sociale beïnvloeding. Het feit dat we consumenten gedragingen laten stellen in de hoop dat ook andere consumenten hetzelfde gedrag gaan stellen, dezelfde merk gaan kopen, dezelfde product gaan kopen. Ik ben benieuwd waar ze naartoe gaat, want de inleiding is wel heel erg interessant, maar hmm, nee. Hmm. Ja, als ik even, even de beschrijving van de video erbij pak, is het, is, is het geloofwaardigheid? Is dat zeg maar de term waar ze naar gaat uh, zoeken? Geloofwaardigheid. En geloofwaardigheid staat uiteindelijk weer gelijk aan conversie. Oké, okay. uh, ik ben benieuwd. Een heel concreet voorbeeld daarvan is eigenlijk mond mond reclame. Ik hoor van een vriend, een familielid, iemand die ik goed ken, die beveelt mij eigenlijk een product aan. En ik ben dan toch wel geneigd. Om die suggestie te gaan volgen. En dat ook dat product te gaan proberen. Dat noemen we mond-aan-mond -mond reclame. Hey, zeg even tegen je buurman dat ze naar nou mijn kanaal moeten kijken. <laughs> mond op mond, klopt. Uh, is een goeie. Heb je eigenlijk weinig invloed op? Uh, Mond-tot mondreclame komt namelijk door gewoon een solide product te hebben. En in ja, de wereld van vandaag krijgt die mond-aan-mond -mond reclame eigenlijk een ganz nieuwe dimensie. Met het online gebeuren. Via de sociale media, die eigenlijk al onvertegenwoordigd zijn, gaan we gaan spreken van online mond aan mond reclame. Wat eigenlijk wil zeggen, als we kijken in de eerste plaats naar hoeveel tijd dat we vandaag spenderen aan of op sociale media, dan zien we dat, de statistieken duiden dat aan dat een derde van de tijd dat we vandaag online actief zijn, dat we dat spenderen op sociale media. Hey. Dat, uh, ik wilde eigenlijk mijn eigen statistieken erbij pakken, maar dat is helemaal oneerlijk. Want dit is letterlijk mijn werk. Dus als wij een gemiddelde werkweek erbij pakken, zou dat betekenen dat ik sowieso 40 uur per week uh, aan social media spendeer. Nou, dan kan je bedenken, doe er nog maar een schepje bovenop. Dus ja, mijn statistieken zijn er niet van toepassing, want ik zit al in, dit, <laughs> in deze cyclus. Dus dat wil zeggen dat we eigenlijk via de sociale netwerken toegang krijgen tot een heel groot netwerk of toch een netwerk van mensen die wij gaan vertrouwen, die we vertrouwen waarvan we toch wel de aanbevelingen zullen gaan opvolgen. Dus dat wil zeggen dat we eigenlijk ja vanuit marketing ook nieuwe rollen gaan opnemen. We zijn niet alleen de ontvanger van marketingboodschappen, bijvoorbeeld via sociale media, maar we gaan via de sociale media ook zelf marketingboodschappen gaan creëren, bijvoorbeeld. Ik heb daarnet voor het restaurant gekozen waar ik toch wel lang in de rij moest staan. Uiteindelijk is mij dat heel goed bevallen. Ik heb heel lekker gegeten. Het was een, een leuke sfeer. Ja, dan ben ik toch wel geneigd om nadien, bijvoorbeeld op een review-platform, een positieve review te gaan schrijven. Zo, so, um, ik snap wat ze hiermee bedoelt. Uh, eigenlijk het eerste voorbeeld wat bij mij in mijn hoofd schoot uh, toen ze dit zei was Starbucks. Het aantal Tienermeisjes, wat andere tienermeisjes beïnvloedt door een plastic beker met een groene zemermin logo erop te hebben. Of wat voor mormel het ook is, dat logo. Dat is ongekend. Zelf uh, had ik altijd een beetje de, de, het idee van de marketingstrategie van Starbucks. Is, zeg maar, oké, okay, als jij een bestelling plaatst bij de Starbucks, een of andere koffieball um, dan vragen ze altijd je naam. En. Voor een of andere reden lijkt het alsof ze bij de Starbucks per se dyslecten inhuren. Altijd schrijven ze je naam fout. Ook al heb je de meest simpele naam, weten ze het alsnog fout te schrijven. Dan denk je van, ah, oh, mijn naam is Ida. Weet je, I-D-A. Ah, nee, doe maar I-E-D-A. Weet je, en dan is het, Ho -ho, moet je kijken hoe ze mijn naam hebben geschreven. Klik foto van maken en het staat op het wereldwijde web. ...voor iedereen om te zien... ...hoe jij uiteindelijk bij de Starbucks bent geweest... ...en dus uiteindelijk gratis hebt reclame gemaakt... ...voor die klote koffietent. Het is briljant. En tegenwoordig... ...tegenwoordig verkoopt de Starbucks... Ah, ...natuurlijk meer dan alleen koffie. Als ik af en toe... Uh, ...in de uh, lifestyle... ...en de beauty... ...internationale uh, categorie... ...kijk op YouTube... ...dan zie ik zo vaak van die dames... Met gewoon de doorzichtige Starbucks-beker en zit gewoon water en ijs in of zoiets. Of iets kansloos. Maar dan hebben ze wel per se die plastic beker met een rietje. Want god verbiedt het dat je gewoon daadwerkelijk drinkt met je mond in plaats van met een rietje. En dat was mijn tirade over Starbucks. Of ik ben toch wel geneigd om ja, een post van het restaurant op Facebook toch wel verder te gaan delen. Dus ik word creator en ook wel curator van marketingboodschappen. Dus dat is een beetje de context waar we een antwoord moeten gaan zoeken op de vraag: hoe word je een succesvol influencer? Dat is het mechanisme dat erachter zit: social proofing. Anderen gaan ons zaken voorschotelen, gaan ons zaken aanbevelen en we gaan daar eigenlijk op verder gaan. Als dus we binnen die context gaan kijken van wat is nu een influencer? Hoe definiëren we een influencer? Dan zijn er eigenlijk drie elementen. Eén, dat is een persoon die toch wel een grote aanwezigheid heeft op sociale media: op YouTube, op Facebook. ...op Instagram, eventueel ook op, op TikTok, de voorloper of de, de nakomer van uh, Musicly. Op die sociale media heeft hij eigenlijk een fangroep, een community van volgers... ...van mensen die toch wel geïnteresseerd zijn in wat de influencer allemaal vertelt op die sociale media. Wat die... Uh, ja, ik wil er even op aanhaken. Uh, de vorige keer was hier eigenlijk ook een beetje, of tenminste maakte ik er een punt van... van ...de definitie van influencer en wat ze eigenlijk... Bedoelen met de term influencer is een social media influencer. Terwijl ik liever de term gebruik als influencer uh, is tegenover mensen die invloed hebben in welk vakgebied ze ook zitten en niet specifiek gebonden aan social media. Een aantal van jullie hadden daar ook uh, uh, feedback over dat ze eigenlijk bedoelen social media influencer. Ik weet wat ze ermee bedoelen, maar dan. In ieder vul de term dan aan en gebruik dan social media influencer in plaats van gewoon de kale term influencer. Die doet welke gedragingen dat hij stelt, welke merken dat hij gebruikt, welke services dat hij aankoopt. En een derde is eigenlijk dat hij door de sociale beïnvloeding dat hij heeft, dat hij eigenlijk wel het gehalte krijgt van een idool bij zijn volgers. Dus de volgers gaan echt wel die, die influencer als een idool, als een voorschrijver van gedrag gaan beschouwen. Dus die drie elementen gaan een, een influencer gaan, uh, gaan typeren. We kunnen dan de vraag stellen, van, ja, is dat eigenlijk zo anders dan als we bijvoorbeeld een BV in een tv-spot gaan gebruiken? Want... Ja, dat is anders, want je gaat de geloofwaardigheid van één persoon gebruiken. Daar gaan we ook iemand bekend gaan naar voor schuiven die een bepaald product gaat gaan aanreiken. Dus je ziet, er zijn wel een aantal parallellen, maar er is toch ook een heel belangrijk ja, groot verschil tussen die BV in een tv-spot en die influencer op sociale media in die zin dat er een heel grote afstand is tussen ik als ontvanger en die BV in een tv spot. Mm -hmm. In die zin er is een mentaal afstand door het kanaal. Ze gaan uh, inhaken op parasociale relatie. Ik kan mij voorstellen dat als jij naar mij kijkt die dit allemaal vertelt of uh, wellicht een product aan het aanraden is dat dat geloofwaardiger overkomt dan dat als Martijn Krabbe... ...in de exactzelfde positie je zou zitten en datzelfde riedeltje aan jou zou vertellen. Omdat je misschien helemaal niks met Martijn Krabbe hebt. En dat is een beetje waar ze op gaan inhaken. Verwa verwacht ik dat ze op gaat inhaken. Een tv-kanaal die niet toelaat dat ik in interactie treed. Maar er is ook vooral een emotionele afstand met die bv in een tv-spot. In die zin dat dat iemand is waar ik niet het gevoel heb... ...dat ik een emotionele connectie heb. Ik ken die persoon niet en die staat ook heel ver van mij. Dat is het verschil met een influencer op sociale media... Daarvan heb ik het gevoel, als ik die volg, als ik in zijn fanbase zit, dat ik, dat ik die echt wel ken. Want ja, ik zie die elke dag, ik zie wat hij doet, ik weet wat hij vanmorgen heet heeft, wat hij vanavond gaat doen. Dus ik heb wel het echt het gevoel dat ik die ken. Dus die emotionele band met de influencer is veel groter. Maar laten we één ding duidelijk hebben: Je gaat, het moet gewoon gebeuren, het, het moet verteld worden. We zijn geen vrienden. Ja, ja, het is ja, leuk. Het is meme materiaal inmiddels. Ik weet het. Maar dat is wel zo. Ik vertel wel eens inderdaad over wat ik uh, wat mijn ervaringen zijn geweest, hoe ik mijn dag heb ingedeeld of wat dan ook. Maar ik heb geen idee wie jij bent. Voor mij ben je gewoon een cijfertje op mijn computerscherm. Dus het is een hele eenzijdige relatie eigenlijk. Want de afstand die Sara heet ze, geloof ik. Zojuist verteld over um, die je dan zou hebben uh, tussen jezelf en iemand op tv die een reclame heeft. Dat zou ik eigenlijk in zekere zin met jullie zijn. Zit een beste afstand. Maar die afstand van jullie naar mij toe is korter. Uh, snap je een beetje wat ik hiermee probeer te zeggen? De, uh, de relatie komt van één kant hier, zeg maar. De komt ook omdat ik het gevoel heb. En dat kan ik effectief ook zo, dat ik in interactie kan treden met die persoon. Ik kan bijvoorbeeld op Instagram gaan een post gaan liken en misschien heb ik wel geluk dat hij zelfs eens uh, reageert daarop. Dus je ziet, er is een heel groot verschil tussen die BV, met de grote bekendheid in een tv-spot, en die influencer op sociale media. Dat maakt dat we dan eigenlijk ook moeten gaan kijken van oké, okay, dat is een influencer, maar er zijn verschillende typen influencers waar we moeten, uh, naar moeten kijken als we een antwoord willen vinden op die vraag van ja, hoe word je nu eigenlijk een succesvolle influencer? Je hebt drie typen influencers. Je hebt de mega-influencer, je hebt de macro-influencer en je hebt de micro-influencer. Oké, okay, de mega-influencer. Uh, uh, zullen we zelf even categoriseren? Is dit, is dit eigenlijk gewoon puur gebonden aan getallen? En waar zou dan de mega-influencer onder Ondervallen? Is dat dan 50.000 plus? Is dat 100.000 plus uh, qua volgersaantallen dan? Of is dat 250.000 plus? Of is het meer de manier? Waarop je influenced. Waar ze het eerst had over mond-op-mond -mond reclame. Ik denk eerlijk gezegd dat het met volgersaantallen te maken heeft. Laten we beginnen bij de mega-influencer. Wat is een mega-influencer? Het is eigenlijk een bekendheid: een superster, een sporter, een artiest, een, uh, een zanger, die algemeen heel sterk gekend is. En die gaat die bekendheid gaan gebruiken op sociale media om eigenlijk een extra bron van inkomsten te gaan genereren. Ik heb hier een voorbeeld bij. Ja, hallo. <laughs> uh... Nee, ik ga er geen woorden aan vuil maken. Jullie wellicht wel gekend. Kim Kardashian, een van de grootste influencers ter wereld met meer dan 120 miljoen volgers op Instagram. Gigantisch. Spreekt ook onmiddellijk voor zich wat het voordeel is als marketeer om daar eigenlijk mee te gaan samenwerken. In die zin dat je een heel grote zichtbaarheid krijgt van je merk als je aan. Kim had gevraagd: van, ja, wil je mijn merk gaan promoten? Wil je er promotie voor gaan maken? De keerzijde van de medaille is natuurlijk dat je een heel groot budget moet vrijmaken om nog maar één post te krijgen van bijvoorbeeld een Kim Kardashian over jouw merk. En dan spreken we over een 250.000 dollar per post. 250.000 dollar voor één post tegenover 120 miljoen volgers. Ik ben benieuwd wat de conversie uh, rate is. Tenminste, ik, ik ben benieuwd waar die 250.000 dollar op gebaseerd is. Laten we er even vanuit gaan dat uh, Sarah de waarheid spreekt. En inderdaad, een Instagram post van Kim Kardashian kost 250.000 dollar. Maar waar is dan die 250.000 dollar op gebaseerd? Is dat gebaseerd op het aantal volgers wat ze heeft? Dus het potentiële bereik wat ze heeft uh, in de vorm van 120 miljoen volgers? Of is dat gebaseerd op conversie? En wat zou de conversie kunnen zijn? Nou dat is voor ons als buitenstaanders is dat onmeetbaar. En dat is een statistiek die alleen Kim Kardashian heeft. Als zij daadwerkelijk tracking linkjes gebruikt voor product X. En dat groot, of, uh, meerdere malen heeft gedaan. En daaruit dan een gemiddelde uh, van heeft gepakt. Maar stel die conversie is 1%. Makkelijk te rekenen. 120 miljoen. 1%. Is dus nog 1.2 miljoen mensen die dan daadwerkelijk product X zouden kopen, aanschaffen, lidmaatschap afsluiten, wat dan ook. En dan bedenken die 1.2 miljoen conversie, gedeeld door de 250.000 dollar, staat gelijk aan na net geen 5 dollar per persoon. Dus zo zou je bijvoorbeeld kunnen rekenen van, oké, okay, stel ik zou op straat 5 dollar per persoon geven om een lidmaatschap of mijn product te kopen. Dus stel jij verkoopt kleding, shirtjes. Stel je koopt church, uh, verkoopt shirtjes. En die shirtjes verkoop je voor 20 do dollar normaal gesproken. Laten we zeggen dat je inkoop en uh, distributie, et cetera, dat kost dan 10 euro of uh, 10 dollar. Dus dan hou je uiteindelijk 10 dollar winst over. En dan gebruik je vervolgens nog marketing door middel van Kim Kardashian. Wat dus 5 dollar per persoon zou kosten. En dan hou je dus 5 dollar over. Maar je hebt wel een gigantische boost van. Merkbekendheid. Dat, dat, is, dat is een onmeetbare statistiek. De merkbekendheid daarvan. Want ja, uiteindelijk, potentieel, hebben 120 miljoen mensen het product gezien, maar nog niet direct gekocht. Daar komt dus die 1% conversie van. Dat zijn de directe aankopers. Maar uiteindelijk heb je wel, zeg maar, merk, je bereik heb je gekocht. Dat is in zekere zin een zaadje planten bij de consument. Waardoor ze op langer termijn alsnog bij die 1% conversie kunnen toegevoegd worden. Een lange tirade over uh, statistieken, et cetera. Leuk. Dus een grote bekendheid, maar toch wel een groot nadeel, ook zijnde het financiële aspect. En daaraan gelinkt ook wel ja, toch het, het gebrek aan authenticiteit als zo'n grote bekendheid bepaalde merken en voorschriften. Dus je voelt dat daar toch wel uh, spanning op zit. Dan heb je ook de macro-influencers, die op zich een kleiner uh, publiek heeft, maar die vanuit zijn, activiteiten, zijn of haar activiteiten op sociale media een zekere bekendheid heeft, heeft verworven. Een voorbeeld daarvan is Tiana Kirillov van Belgische Bodem, met een 240.000 volgers op Instagram. Zij heeft eigenlijk haar eigen business naast sociale media kunnen grootmaken door de activiteiten die zij vandaag uitvoert op sociale media. Het is belangrijk dat een, een macro-influencer. Ja, die heeft wel een zekere expertise, wordt daarvoor gewaardeerd en kan op die manier ook wel mensen gaan inspireren. Het voordeel is ook dat die eigenlijk betaalbaarder zijn als je die wilt inschakelen als marketeer, want het algemene publiek, de grootte van het aantal volgers is wel, is wel beperkter. Maar je voelt daar toch opnieuw heel sterk het, het geven. het feit dat een macro-influencer effectief betaald wordt, of in geld of met gratis producten. Om een merk of een product te gaan promoten. Dus je voelt daar opnieuw toch een stuk spanning op die authenticiteit. Ja, eigenlijk inderdaad, zoals zij het nu verwoord is, van links naar rechts gaat de geloofwaardigheid omhoog. Dus de geloofwaardigheid en de authenticiteit zou dus bij de mega-influencer het minst zijn. Dan heb je de macro-influencer. Ja, ah, oké, okay, kan op zich wel. En de micro-influencer, die zou dus het meest geloofwaardig kunnen zijn. Ja, ik ben benieuwd wat ze verder te zeggen heeft. Want, uh, ik, Lastig om aan te haken. Dan tenslotte heb je de derde type influencer, de micro-influencer. De micro-influencer is geen publiek figuur. Dat kan eigenlijk je buur zijn, iemand die je kent uit een klas van vroeger, van op school. Dat kan iemand zijn die hier in het publiek zit. Dus dat zijn geen publieke figuren, die hebben geen grote bekendheid, maar die, hebben wel, die vertrekken vanuit een zeer sterke passie, een hobby, een interesse. En ga van daaruit eigenlijk een community gaan uitbouwen op sociale media van gelijkgestemden. Mensen die geïnteresseerd zijn in hetzelfde onderwerp, in dezelfde passie, hobby. En van daaruit eigenlijk in interactie treden met, met een community van, uh, van fans. Een voorbeeld daarvan is uh, with Charlie on Sneakers, uh, met een achtduizendtal volgers, die vanuit haar ongelooflijke obsessie voor sneakers. Ja, een fanbasis heeft, heeft uitgebouwd van mensen die dezelfde, de, dezelfde interesse eh, hebben. Ik ben benieuwd uh, waar dan de grens ligt tussen mega-influencer, macro-influencer en micro-influencer. Kijk, al ga je op internationale basis, dan snap ik inderdaad wel. Mega-influencer, 120 miljoen, Kim Kardashian, snap ik wel. Maar 120 miljoen is een absurd aantal mensen. Ben je pas een mega-influencer als je boven de 100 miljoen volgers hebt? Of is dat bewijzen van al bij 1 miljoen? Of 2 miljoen? Waar zit exact die grens? Um, dat is natuurlijk een beetje een, een grijs vlak en dat vloeit waarschijnlijk een beetje in elkaar over als een gradient pattern. Maar aan 8000 volgers vind ik ook al best veel voor die uh, Charlie on Sneakers die ze zojuist benoemde. Is dan bijvoorbeeld de grens naar macro-influencer, is dat dan bewijs van 50.000? En is dat ook niet afhankelijk op welke manier je dat doet? Nou, we hadden het net over internationaal met een Kim Kardashian, 120 miljoen, maar op nationaal vlak. Ik bedoel, Nederland heeft, wat is het, 17,7 miljoen volgers? Laten we zeggen dat er 25 miljoen Nederlandstalige mensen zijn op de wereld. Uh, dan heb je Nederland, België uh, en Antillen heb je nog. Ja, dan moeten we eigenlijk gewoon weer inderdaad aanhaken op een video die ik een hele tijd geleden had gemaakt. Over een geschatte rekensom van wat zou mijn volgersaantal zijn als ik dat opschaal naar internationaal publiek. Uh, en we hebben nu daarnet, uh, ik weet even niet exact meer het getal wat um, Engelstaligen op de wereld zijn. Maar laten we zeggen dat dat even 750 miljoen was. En dan eigenlijk gedeeld door de 25 miljoen Nederlandstaligen. Dan hou je een getal over. Um, dat getal is dan keer mijn huidige volgersaantal. En dat zou dan mijn volgersaantal zijn uh, als ik op internationaal vlak bezig zou zijn geweest. Dus dan zou ik misschien kunnen rekenen wat zou mega-influencer zijn, zou macro zijn en wat zou micro zijn. En onder, onder welke categorie val ik dan? Wat is het sterke van die influencers? Duidelijk niet in de, het gro de grootte van het publiek dat ze bereiken, maar wel vanuit de zeer sterke relatie die die micro-influencers opbouwen met hun fanbasis. Waardoor dat ze eigenlijk zeer authentiek aanvoelen, zeer geloofwaardig zijn en daardoor ook wel zeer sterk zijn in het promoten van bepaalde, bepaalde merken, service enzovoort. Ook omdat ze heel sterk gaan kiezen voor welke, met welke merken wil ik dan gaan, gaan samenwerken. Als we kijken naar die drie uh, types van, van influencers, de mega, de macro en de micro, dan keren we terug naar onze vraag van ja, hoe word je nu een succesvolle influencer? Dan denk ik is het een eerste antwoord, ik heb niet de ambitie om een Kim Kardashian te worden. Nee, maar dan nou moet je gewoon even lekker geploegd worden en je sekstape laten leaken. Hatshey, ik heb hem er me toch in gegooid. <laughs> Omdat dat geen realistische ambitie is? Wat is wel een realistische ambitie die je kan waarmaken? Dat is. tracht een micro-influencer te worden. Maar vertrek daarbij vanuit een passie, een hobby. waar je echt in gelooft, waar je over dat je graag praat. graag je ervaringen deelt. graag ook zaken hoort van anderen. Bouw op die manier een community uit. van mensen van gelijkgestemden. die echt wel waarde hechten aan, aan jouw meningen. en jij ook waarde hecht aan, aan hun meningen. En als derde punt. Zij ook selectief of wees selectief in de merken waar, waarmee je wilt samenwerken. Vanuit je passie, je eigen identiteit sta je voor iets en van daaruit ga je ook wel keuzes gaan maken met welke merken je al dan niet wilt, uh, wilt samenwerken. Dus als we een finaal advies moeten geven op de vraag hoe word je een succesvolle influencer? Of voor degenen die in het blik zitten en die uh, ambitie hebben om een influencer te worden, dan heb ik eigenlijk maar één vraag of één opdracht voor jullie. Dat is. Bepaal eerst wat jouw passie, jouw ambitie is, jouw, jouw ja, interesse, hobby. Vertrek van daar. Bouw van daaruit de community uit. En misschien ben je dan morgen wel een micro-influencer die door een van de merken wordt aangesproken om met hen een samenwerking aan te gaan. Dankjewel. Lekker bezig, Sarah. Uh, nee, zat geen uh, nonsens te verkopen. Uh, zeker wel leerzaam. Nou is de daadwerkelijke vraag: van, uh, hoe werd ik een succesvolle influencer? Ja, niet in zijn. Heel specifiek verteld. Als er, je hebt niet wat uh, houvast gekregen over hoe moet ik daadwerkelijk beginnen. Uh, maar zij geeft wel inderdaad een goede tip meegegeven als in. zoek een passie of een hobby en doe het vanuit daar. De meeste mensen die uh, doorgebroken zijn of. Uh, al langer in het vak zitten, die zullen allemaal, of hoogstwaarschijnlijk allemaal, hebben gezegd: van het is een hobby die uit de hand is gelopen. En uit de hand is gelopen is natuurlijk uh, een dramatiserende term, maar daar komt het wel een beetje op neer. Het is vanuit een hobby is het naar buiten toe gegaan. Uh, mijn hobby is videospelletjes spelen. En eigenlijk het delen daarvan en video's produceren valt dus ook onder die hobby. En daar heb ik uiteindelijk. ...iets van weten te maken waardoor ik mijn brood ervan heb kunnen uh, verdienen. Maar de term succesvol is wat dat betreft ook relatief. Want wanneer ben je succesvol? Is dat succesvol, is dat een term die je zelf eraan bindt? Of is dat een term die het publiek eraan bindt? Of is dat gebonden aan de statistieken die je haalt? Want ik kan mij een periode nog wel uh, heel goed herinneren. Dat er een uh, set qua jongens uit Almere vandaan... Uh, allerlei uh, video's uh, produceerden... pakte bakken met weergave... en hadden voor een korte periode YouTube Benelux in hun macht. Is dat succesvol? Aan de ene kant wel. Waar was hun geloofwaardigheid? Ja, nergens te bekennen. Nou, refereer ik natuurlijk naar uh, Armo, Snapking... Um... Kwaifijns en er was er vast nog wel eentje. Die hadden op een gegeven moment hadden ze wel bereik, maar ze hadden geen geloofwaardigheid. Nog steeds waarschijnlijk niet. Ik bedoel, ik kan me nog wel herinneren dat uh, ons geliefde Snapking was op een gegeven moment CBD-olie aan het uh, verpatsen. Uh, waarbij hij een conclusie eruit trok, of een statement eruit gooide: van. Oh, je kan zoveel Big Macs eten wat je wil. Als je maar daarna zo'n CBD-oliedruppeltje neemt, dan kom je niet aan. Nou, wat de fuck is dat voor term, tuurlijk klopt dat niet. Huh. Dus ook daarbij is het belangrijk om te kijken naar de geloofwaardigheid van de desbetreffende influencer. En daarbij is het dus ook belangrijk voor bedrijven om te kijken naar de conversie. Van een influencer. En niet alleen naar het bereik. Ligt er ook een beetje aan wat je natuurlijk wilt bereiken als merk, zijnde. En er kan af en toe nog wel eens een conclave uh, plaatsvinden tussen bedrijven en influencers. Van ja, wat wil je nou eigenlijk verkopen? Wil je een zaadje planten bij de consumenten? Oké, okay, dan moet je bereik uh, uh, inkopen. Maar wil jij daadwerkelijk producten op korte termijn verkopen? Ja, dan moet je op conversie kopen. En dat is een beetje het, het lastige eraan. En daarom heb je. Ook uh, managements die uh, 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 het woordje voordoen voor influencers. Oeh, over micro en macro influencers gesproken. Uh, waar net inderdaad Sarah ook over vertelde. Dat op een gegeven moment een merk jou kan benaderen. Als jij een uh, leuk publiek hebt vergaard. Met uh, mensen die vol met passie zitten. En je hebt zelf de levenslust ook nog helemaal uh, in het influencerschap. Um, alsjeblieft, zorg dat er geen misbruik van je wordt gemaakt. Elke weergave die jij genereert, is geld waard. Het punt wat ik daarmee wil maken, is verkoop jezelf niet te goedkoop. Als influencer zijnde. Hier heb je als publiek zijnde heb je hier helemaal niks aan. Maar in de jaren dat ik dit al doe, heb ik zo belachelijk veel content creators zien. Of gezien die zich echt voor te goedkoop verkopen. En dat kan A, door zelf gewoon helemaal geen idee te hebben wat je doet. Maar dan, weet je, communiceer met elkaar. En probeer de grens op te zoeken. Weet je, dat. Uh, of B, gewoon onder een falend management zitten. Die niet zozeer het welzijn voor jou heeft, maar eerder voor zichzelf. Hou je poot stijf. Goed, um, hebben we hiervan geleerd? Ik zou zeggen van wel. Sarah, hartstikke bedankt uh, voor je... Uh, in zekere zin je TED-talk van de Universiteit van Vlaanderen um, ja, leerzaam leuk, en dames en heren bedankt voor het kijken, twee video's staan naast mij mocht je er wel nog meer van mij willen zien en dan zie ik je graag de volgende keer weer tot ziens